dames en heren, daar zijn we weer. Hier is er weer Jan Wijnbeens met een special report. Want deze keer heb ik een afspraak met een hele bekende Nederlander. Een zeer bekende Nederlander. En waar heb ik die afspraak? Bij de tandarts. Dus dat wordt lachen gaan blazen. Ah ja, hier. Goedemiddag. Mevrouw, tandarts van Houten. Dat klopt. Wij hebben een afspraak met Ron Brandsteder. Die is momenteel onder behandeling. Is die in de behandeling? Ja. De tandarts is met hem bezig. Die is met hem bezig. Misschien leuk zouden wij even kunnen kijken terwijl de, ik weet niet dat of die behandeling. Dat, Het is natuurlijk wel interessant voor thuis bij is, dus voor televisie. Leuk om thuis even te zien hoe die behandeld wordt. Goedemorgen. Goedemorgen, mijn naam is... goedemorgen, wij zijn Jan Wijdbeens. Ach, ja, voor u komen wij ook, Jan Wijdbeens. En u bent de tandarts natuurlijk ook, hè? Wat waard is, ja, goed. Maar u bent zijn vrouw, u hoort erbij natuurlijk. Leuk voor u ook, hè? Nou, u hebt natuurlijk wel een heel interessant object deze keer, hè? Ik word een absolute topper. Welke is het? Kijk, deze. Misschien kunt u hem zelf even aanhalen. Is dat... Dat is natuurlijk wel nee! Dat komt aan, maar goed, ik heb een opleiding. Ik heb een opleiding. Pak hem maar. Ja. Pak hem zelf maar. Dan pak ik hem eruit. Ja, dat is een uniek moment. Goed, hou je? Ja. Ah, ja. Trek maar door. Ik trek hem. Oh! Ah! Een echte brandsteder. Een echte, ja. Een echte brandsteder. Ja, die wil je allemaal hebben natuurlijk, hè? Jongens. Mag ik hem hebben ook? U mag hem helemaal hebben. Dat is erg mooi, want daar heb ik wel een goed idee mee zo meteen. Kan ik hem ergens afspoelen? Ja, dit was hem. Wat een ding. Geef hem even aan Yvonne. Hij zit er altijd. Help maar even afzuigen dan. Ja. Hij grenst hem. Je moet wat over hebben. Alles erin. Alles erin. Hele prettige bezigheid moet ik hebben. Ik heb dit altijd graag willen doen, weet je wel. Waar is de boer? Wat was er met u aan de hand, meneer Brandsteder? Ik was verstandig verkleurd een beetje. En dat zag je in beeld met lachen. Ja, ja, want u lacht veel natuurlijk, ja. Hè? Nou, daarover lachen gesproken. En ze hebben mij gevraagd om wat extra opnames te maken voor het programma Laat Maar Lachen. Dus als u even een paar uitschietertjes wil maken, die kunnen we dan leuk gebruiken voor het nieuwe seizoen. Dat begrijp je wel. Even het hechtmateriaal u zoekt toch bloepertjes? Echt? Wat u zoekt bloepertjes. Wat heeft dit voor nut wat u nu aan het doen bent? Dan krijg je een mooie wondgenezing. En dan weet ik zeker dat de heer Brandsteder mij vanavond niet opbelt. Dat hij een nabloeding heeft. Maar ik zie die, als ik hem even deze die. Moet die er ook weer? Deze? Ja, als u nou toch bezig bent, zou ik dit rijtje... Oh ja, dat rijtje. Ja, die. Ja, die. Ja, die. Ja, die. Ja, die. Ja, die moet eruit. Ja, ja. Jawel. Nee, het komt allemaal goed. Ja, komt echt maar. Ja, gewoon de tussendouwen. Hebben we een hamertje? Geen geintjes nou. Is er een hamertje? Is er een hamertje bij? Is je lip sterk? Is die ding? Ja, dat is goed. Ja. Voel je dit? Ja! En dit verdoofd. Welke kant is het? Dit is nu tot hier verdoofd. En dat hele zaakje gaat. Het hele zaakje moet nou moeten we eruit krikken. Maar dit is wat minder eenvoudig, hoor. Ja, deze. Wel, maar ik heb niet zo lang eruit gezien. Ik ben 30 jaar bezig geweest om dit te bereiken. 30 jaar, maar het is de moeite waard. Voor het jaar 2000 zei ik, wil ik iets groots verrichten. Doe me vast open, ik kom eraan. Gaat goed, hè? Ah, okay. Het is allemaal heel goed om je ding aan te krijgen. Ja. Maar het komt in orde. Okay. Ah. Kijk, we gaan nu één kies isoleren. Goed, zijn die damesmodellen misschien? Mist u een vingertje? Nou ja, ik weet het wel. Moet je het open houden? Ja, kijk. Ja. Oh ja. Spannen we het zo. Natuurlijk. En hebben we zo de. Ja. Dit is het object. Dit is het object. Ah, ja. Oh, ja. Oh, ja. Dat is het niet. Nou. Gaan we weer. Zuig maar af. Ja, hoor. Dan moet die in. Oké, dan gaan we deze kies gaan doen. Ja, waar moet ik hem op? Gewoon het water wegzetten. Heel goed. Oh, ja. Geweldig, hè? Hebben we ook in de bouw gezeten, ook? Ja, jaren. Gira, mondo, gira, nello spazio, senza fine. Gira, Betty. Con gli amore affermati. Con gli amore già finiti. Die van Catherine is ook. Catherine. Moet je zien. Catherine.
Catharine, mondje zien geweldig uit. Geweldig. Zo, mooi. Even een beetje zuigen. Oké. Oh, dat is veel beter, hè? Ja. Ik vind, ze die andere kant ook gelijk doen. We zijn er toch bezig. Het is een kleine moeite om even door te... Maak maar even aan. Oh, kom. Wat smeert u er nou weer op? Dit is ach, dat heb je ook van My First Pony. Hoe heet het? Dat is leuk, dat kan je afknippen met dat... Ja, dat is enig. Ach, wat enig. Je hebt wel leuke spullen in huis allemaal, hè? Kijk, dit is nog een beetje van die... Dit is het spel, hè? Ja, dan maar zo. Wacht even, ja, ik smeer het een beetje. Nee, er komt... Nee, maar het is maar even dat het goed... Dan aandrukken. Ja! Dat is ook klein. Nou weet je, ze hebben ons gewoon rustig stil blijven zitten. Zo. Zal ik dit er... Ah, goed. Oké. Wakker maar. Kijk even. Nou, niet te zien. Goed, oh. Kunt u de patiënt even een beetje schoonmaken? Ja, natuurlijk. Waar doe ik dat mee? Heb je een schuurpapiertje? Ja, wel blij dat ik die handdoekbom heb natuurlijk. Oh, het is er zo af. Nee, het gaat allemaal. Het gaat allemaal goed. Ik heb een lat mee. Ja, makkelijk zo'n prullen maken. Opgelost. Oh. Even spoelen, nou, dat is toch alles mee? Dat is toch snel gegaan voor u wel, hè? U doet het snel. U wil er ook gauw vanaf als u iemand natuurlijk. Ik kan me dat zo goed voorstellen, hè? Ja. En hoe voelt het? Nou, ik kan je niet beschrijven. Wat zegt u? Ik viel niet mee. Nee. Jongen, ik kan ook niet kletsen. Nou. Nee, maar wel lekker dat alles eruit is nou. Ja, het lucht erg op. Kan me voorstellen, ja. Zeg, mag ik even, waar is die tand? Die eruit gehaald? De kies. Ja. Oh, die heb ik hier. Het is hem. Ik heb het namelijk gemaakt. Ik heb namelijk altijd zelf graag zo een haaientand willen hebben. Dank u wel. Dit was weer Jan Wijnbees. We waren weer thuis bij, of zeg maar binnen bij, Ron Brandsteder.